goede dingen zien in de wedstrijd. Ja, KV Mechelen vandaag. Zij hebben er nog maar één oefenmatch op zitten. Wat verwacht je van hen vandaag? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe ver dat zij staan, hoeveel dat zij getraind hebben. Hebben zij deze ochtend getraind of niet? Maar dat is allemaal niet zo belangrijk. Het is vooral belangrijk wat wij zelf doen. En die lood dat de jongens krijgen nu, daar gaat het om in die voorbereiding. Om klaar te zijn voor de volgende maanden. Om de 3 dagen weer terug klaar te zijn en voor heel veel wedstrijden. En laat ons hopen dat er meer dan 60 zijn volgend seizoen. Dat we ver kunnen gaan in die beker, dat we in die competitie... heel goed blijven presteren en dat we Europees ook ver kunnen gaan. Dus dat moet het doel zijn om nu lood op te bouwen voor al die maanden. Ja, want het is opnieuw een match van 2 keer 60 minuten. Benieuwd hoe dat de jongens gerecupereerd zijn? Ja, dat gaat niet fris zijn, hè. Maar ik heb hun ook gezegd er juist. Morgen hebben ze vrij. Daar kijken ze wel naar uit, want het is zwaar geweest. Maar nu is het de laatste moment tot de laatste druppel eruit halen. Alle energie uit hun lichaam. Dus ik ben benieuwd wie dat daar het verste in kan gaan. Oké, dankjewel. Veel succes. Alsjeblieft. Ja, het is inderdaad een flink programma dat ze hebben voor de voeten gekregen. De spelers 8 van de 11 beginnen straks aan de eerste helft. Of de 2 keer 30 minuten. 8 van de 11 die ook afgelopen woensdag tegen Beerschot begonnen. Mignolet opnieuw tussen de palen. De 3 achterin zijn dezelfde. Kossounou, Mechelen en Deli. Ook Diatta start opnieuw. Rika komt aan de aftrap in plaats van de Kuiper. Ook het middenveld, de driehoek, is hetzelfde als tegen Beerschot met Rits, Vormer en de Ketelaar. En ook Reke, die krijgt voor een keer geen Kremenčík naast zich. Wel Badji deze keer. Philippe Lama wil graag eens wat anders proberen daarvoor in, zo blijkt. Zometeen komen we terug en dan hoort u meer over KV Mechelen. Super tongue shock and feel the taste rocket. Head first, flavor burst, hit him with that max taste. Yep. To free your thirst, so let's go. Ice cold, taste the bowl. Burning, living, shiver, giving, gotta love some Pepsi Max. Yeah. All day. Maximum taste, zero sugar. Pepsi Max, Pepsi Max. Jupiler 00. 0% alcohol, 100% feest. Ben ik een perfectionist of een illusionist? Hier ben ik nog niet over uit. Maar alles wat ik doe, doe ik om 1 doel te bereiken. Een toekomst geven. Dagen, weken, maanden bereid ik mij voor. Hoe ik de verwachting kan overstijgen, dat blijft een uitdaging. Maar die neem ik maar al te graag aan. Geef mij een kans en we zien wat er gebeurt. Ik ben al Heembouw. Nee, wij zijn al Heembouw. Noem mij Chris, Pieter, Anne, Mark, noem mij hoe dat je wilt. Je ziet ons niet, maar we zijn er wel. Ja, ja, come on, come on, ja, ja, come on! He strikes. Thank you.
Design, smaak en maatwerk. Of duurzaam, stijlvol en modulair. Ontdek het DSM van jouw keuken op onze website. En download het DSM Inspiratieboek. DSM Keukens. All you gotta do is look further. Bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Hey you. Eigenlijk maakt de zon alles beter. Ze maakt de theebladeren beter, ze maakt de perziken sappiger en ze maakt dit lekkerder. Geniet van de zonnige smaak van Lipton Iced Tea. En nu is elke fles Lipton gemaakt van 100% gerecycleerd plastic. Welkom terug in Westkapelle. KV Mechelen, de tegenstander, heeft er net zijn stage op zitten in het Nationaal Voetbalcentrum in Tubeek. Een stage met een teambuilding afgelopen donderdag. Dus er is vooral op volume getraind, zwaar getraind. En dan is 2x60 minuten spelen niet vanzelfsprekend. Wouter Franke gaat heel veel jongeren de kans geven. Vandaar een Van Horenbeek, een Van den Einde en ook een Dai die hun kans krijgen van aan de aftrap. Jonge jongens die vandaag mee mogen doen. En straks neem ik aan in de tweede helft zullen er 11 andere namen op het veld komen. Ook een paar afwezigen nog bij KV Mechelen. Geen Aster Franks, die heeft wat last van overbelasting. Engval, die sowieso al een verloren jaar achter de rug heeft, heeft nog altijd last van de knie. Jo van Kleinput is nog aan het terugkomen, aan het revalideren van zijn enkeloperatie, die half maart onderging. Staat wel dicht bij een terugkeer. En ook nog geen Yannick Toele tussen de palen. Het probleem van Malinois is dat ze nog maar één oefenwedstrijd in de benen hebben. Afgelopen woensdag tegen RWDM, in het midden dus van die stage. Afgelopen weekend was het de bedoeling dat ze Waasland-Beveren zouden treffen. Maar die wedstrijd moest afgelast worden vanwege een coronageval bij Waasland-Beveren. En met maar één keer 90 minuten, 2x45 in de benen, wil Wouter Franke liever niet te veel risico's nemen. Dus ik denk dat hij niet verwacht dat de intensiteit van zijn spelers heel hoog zal liggen. Vooral deze oefenwedstrijd goed doorkomen is het belangrijkste. KV Mechelen staat nu ongeveer waar Club Brugge vorig weekend stond. Blauw-zwart moet een weekje eerder klaar zijn, dat weet u. Om die bekerfinale te kunnen spelen over precies 3 weken komt hij eraan. Het is nog even wachten op die van Mechelen. We komen van de hele andere kant. Uit een heel ander gebouw. Maar Philippe Clément kiest dus wel voor wat continuïteit. Tussen de lijnen, ik zei het al, 8 van de 11 die aan deze wedstrijd beginnen, begonnen ook tegen Beerschot. Een aantal jongens wachten ook daar nog op hun eerste minuten van het seizoen. Nog geen Balanta, nog geen Matta, ook nog geen Thibaut Vlietink. En zoals u Justine hoorde vertellen, of en zag vertellen, zijn er ook een aantal jongens die rust krijgen. De jonge Sanja en De Kuiper.
Nou, KV Mechelen neemt de tijd om de kleedkamers uit te komen. We zijn toch ook benieuwd naar een mogelijke chemie tussen Okereke en Badji, die het vandaag voorin mogen proberen. Want de goals die kwamen tot nog toe vooral van de usual suspects. Badji scoorde wel vorig weekend tegen Oud-Heveleleuven, de 4-1. Maar de spitsen scoren net niet makkelijk genoeg. Dus daar is nog wat werk aan. Daar zijn je van Malinois. Met Gaëtan Koeken. Vers overgekomen van KRC Genk. Koeken nog altijd maar 21. Op een doodspoor bij Racing Genk. Nadat hij wel aan het seizoen begon na de blessure van Vukovic. Na een paar foutjes werd hij daar toch vroeg afgeserveerd. En kreeg Van der Voort de kans. En door de terugkeer van Vukovic wil Genk verder met Van der Voort. En was er eigenlijk geen toekomst meer voor deze Koeken. En Wouter Frank had hem nog zien spelen toen hij aan Lommel werd uitgeleend. Begin seizoen 2018-19 in 1B. Lommel kwam daar winnen, mede dankzij Gaëtan Koeken. Frederik Geldof is de scheidsrechter hier bij deze club KV Mechelen. Okay, je had nog een mondmasker ergens zitten. Dat heeft hij nu even weggegeven, of is het toch gewoon een vaantje? Ja, het is inderdaad het vaantje van Club Brugge dat hij van Ruud Vormer heeft gekregen. En hij heeft dat van Kaya nog vast. En de aanvoerder van Club gaat het gewoon zelf naar de kant brengen. En dan zijn we zo stilaan klaar. Ze kwamen elkaar vorig seizoen in de Jupiler Pro League twee keer tegen. Twee keer won Club Brugge. 0-5 achter de kazerne. En 3-0 in Jan Breidel. Dus zonder tegengoal te slikken. Want die 0-5 die kwam er, dat weet u misschien nog, na een rode kaart voor Rob Schoofs. Bij 0-1. En dan gaan we met Kusunu. En Deli. Rika, afgelopen woensdag nog bij de drie achterin, maar vandaag dus weer links op de flank. Kusunu en Diatta, op wat ondertussen ook zijn vaste positie is. Korte draaien, en dan ingreep van Kajauk Schoof, zat er dichtbij. En dan krijgen we binnen de minuut de eerste vrije trap van de wedstrijd. Rika. Rits. Badji liet lopen, maar de ketelaren een beetje verrast. En u hoort de wind in de microfoon. Thibaut Peyre. Dan heeft Sheldon Bateau naast zich. Die was er natuurlijk vorig jaar ook al. Hier is William Toggi bezig aan een solo. Met een gelukje geraakt hij voorbij. Schoofs. En daar is het doelpunt voor KV Mechelen. Maar het wordt afgekeurd. Waarom is me niet heel duidelijk. Want ik zag geen vlag van de scheidsrechter. Was het handspel dan? Van Rob Schoofs. Ergens bij die controle. Die wat moeizaam was. U weet het, we hebben geen herhalingen hier. Als u het graag nog eens opnieuw bekijkt. Ah, we gaan het toch bekijken. Kijk, een nieuwigheid. De technologie staat niet stil. Ik denk inderdaad dat hij hem heel even heeft beroerd. En
dan zijn de regels duidelijk. Maar Club Brugge weer gewaarschuwd. Tegen Beerschot kregen ze al in de eerste minuut een tegendoelpunt. Nou, dat misverstand tussen Ruud Vormer en Doelman Shinton. Nobisi profiteerde. Dat doelpunt stond wel. Hier is Batto. Dus naast de Peres centraal achterin. Geen Arjan Swinkels meer bij KV Mechelen. Toch een van de sterkhouders van het team. Afgelopen twee seizoenen. Ze hebben er nog een paar laten gaan. Bram Castro, een andere veteraan. De doelman kreeg geen nieuwe contract. Ook Alexander Corijn was einde contract. En is ondertussen bij Cercle Brugge neergestreken. Clément Tenmont. Een luxe invaller eigenlijk. Hij is vertrokken, want ook hij kreeg geen nieuw contract. Tenmont nogthans heel erg belangrijk geweest voor KV Mechelen. Want de goal van de promotie gemaakt in maart van vorig jaar. Een overtreding op Vormer. Van Sheldon Batto. Ketelaren. Moet even polshoogte nemen. In principe wordt dit Ruud Vormer. Daar komt hij inderdaad. Mechelen beroert even de bal. Maar niet voldoende. Rits. Kusunu in de rugdekking. Soen gaat hem niet lang spelen. Dan is Brando Mechelen. Kusunu krijgt nu van de coach van Clément te horen dat hij hem wel lang had mogen spelen. Er was ruimte. Er waren vrijlopende mensen. Dus dit is de linksachter van vandaag, Alec van Horenbeek. Antwerpenaar, al 6 jaar bij KV Mechelen. Vorig seizoen leende de Malinois uit aan Heist. Sunu. En Dilly, schuift hij in? Nee. Goed van Okereke, dat wegdraaien voor het waait over Van Horenbeek en Kaya. Nu Van Horenbeek, niemand langs de lijn. Dus moet hij zelf proberen te gaan en dan was er nog de bodycheck van Crepin Diatta. En als het even kan, dan houden we onze mond als de coaches hun aanwijzingen geven. Batto komt goed onder de druk uit. Kaya opent tot bij Van Horenbeek. Togi voorin. Voorlopig nog niks gezien van Nicolo Dailly. Maar dat is geen verrassing. De jonge spits. Die pas een week meetraint met Malinois. Overgekomen van de jeugd van Anderlecht. Kostumu. Die had daar probeert in de rug van Horenbeek te kruipen. Hier is Badji. Voorin loopt het volgens nog niet gesmeerd. De club gaat wel meteen druk zetten na balverlies. We hebben de voorbije wedstrijden wel vaker gezien. Caboret. Hier is Dailly. En dan Van Lefbergen. Even terug
bij blauw-zwart. U kent ze vooral ongetwijfeld. U heeft het hier bij club niet kunnen waarmaken. Vorig seizoen al uitgeleend aan Malinois. En dat heeft hem nu opnieuw overgenomen. Hij kent het huis natuurlijk. Niet alleen van vorig seizoen, maar ook van voordien. Diatta. Weinig steun. En veel volk van KV Mechelen achter de bal. Kosunu. Een vormer dan maar. Hier is ruimte nu, maar het moest net te snel gaan voor Ruud Vormer. Die had daar goed in de rug van Van Orebeek gekropen. Kosunu raakte die bal in dat kopduel, dacht ik. Simon Delis. Dit doet hij graag en doet hij vaak goed, maar nu niet. Diatta. Tweede bal wel voor Club Brugge via Ruud Vormer. Rits kan niet openen. Tot bij Rika. Die heeft ook geen steun. En dan is daar Niklo Dai. 18 is hij. En de zoon trouwens van Thierry Dailly, de voorzitter van RWDM. Dat volgend seizoen in 1B uitkomt. Diatta mist zijn schot. Het is wel de eerste doelpoging. De eerste poging richting doel vanwege Club Brugge. En je hoeft dus niet meer terug te spoelen op de livestream. We kunnen je herhalingen aanbieden. Des te beter. Caboret. Toch wel een revelatie. In de ploeg gedropt en er niet meer uitgegaan. Hier is Van Lerbergen. Dat was een vis nog vleespaas. Van Lerbergen raapt wel weer op Van Orebeek. Niemand in de punt van aanval. Schoofs in de rug gekropen van Kosunu. En dan Delis. Van Orebeek. KV Mechelen raakt niet vaak aan de overkant. Maar het dreigt al wel twee keer. Tot nog toe kan de club het balbezit niet omzetten in veel doelgevaar. Ook omdat Malinois goed gegroepeerd onder die bal kruipt. Je hebt Schoofs, je hebt Van Lerbergen, maar je hebt er ook nog Bas van den Einde. Ook hij, een jongen van de eigen kweek, 8 jaar al bij KV Mechelen. Hij is 18, maar het is een peer van een vent. Loopt daar centraal op het middenveld met het rugnummer 37. Met pas een nieuw contract voor 2 extra jaren en nog een jaar optie getekend. KV Mechelen reeds goed geopend. Rika, haalt hij dat? Jawel. En Caboret volgt goed. Een keer een tempoversnelling vanwege club. Goeie kantelbal van Mats Rits. KV Mechelen doet een beetje hetzelfde als Club Brugge als het gaat om contracten. Blauw Zwart heeft er een aantal voor langere tijd verlengd. Balanta als voorlopig laatst tot 2024. Maar je hebt ook Mechelen, de Ketelaar, Rits. KV Mechelen is hetzelfde aan het doen. Peire heeft bijgetekend tot 2024. Eerder deden ook Rob Schoofs en William Togi dat al. Ook KV Mechelen kiest voor continuïteit. En als het even kan, ook voor België.
Koeken. Gaat club druk zetten? Niet echt. Het is goed in de bal gekomen door Dai. En dan Kaya. Van Lerbij gevraagd, maar het gaat naar Schofs. En daar is ook Van Horenbeek. Op de linkerkant. Kosunu. Dat is kort op bij Rob Schofs. Overleg tussen Schofs en Kaya. Draaiende bal. Hier is Peire die verlengt. En buitenspel. Niet Peire, maar wel deze. Niklo Dai. Is een spits, maar kan ook op beide flanken uit de voeten. En vandaag dus op die rechterkant. Kaya. Gewoon tenin een beetje uitvallend van of naar die linkerkant. Je weet dat hij best wel een vrije rol heeft. Goed stoorwerk is dit van Charles de Ketelaar. Caboret. Dan moet Rika daar naartoe. Deli. En Van den Einde. Toki legt het af in het duel van man tegen man tegen Brandon Mechelen. Philippe Clément wil graag dat Bacci zich meer engageert. Samen druk zetten en iets actiever zijn, geeft hij mee aan de Senegalees. De Ketelaar kan het snel diep. Dat kan met de wind. Nu is het niet vanzelfsprekend. Het Koeken lang. Nee, kiest voor de voetballende oplossing bij Jordi van Lerbergen. Deli. Kort dekken bij Niklo Dai. Caboret. Schofs in het centrum. Hij is de enige. En daar is Mignolet. Goed geanticipeerd op die voorzet. Goeie diepgang. Bij KV Mechelen dat probeert tegen te prikken. Vanuit dat blok. Mechelen open tot bij Diatta. Dan heb je lopende mensen nodig. Daar gaat ook een Reke de hoek in. Heeft Van den Einde bij zich. Dat is doortastend van Bas van den Einde. Met Van Horenbeek. Diatta met overzicht. En Mechelen. Het loopt nog niet gesmeerd aan de bal bij club. Togi. Leunen bij Togi, maar dat bleef binnen de perken. De Ketelaar hoger dan Van den Einde. Diatta. Ook een reken opnieuw. Diatta, kan het in één tijd? Ja, dat kan. Aardige poging. Alleen moest Rika
van ver komen. Hoger, Jordi, hoger. Schuif op. Fluo. Dilly weer lang. Pateau komt niet echt goed hoog. Vormer op Koeken. Nog eens proberen, ook rekken. En de club profiteert van die aarzeling achterin bij KV Mechelen. En het scoort bij zijn eerste bal tussen de palen. David Okereke. Ook al is dit maar een oefenwedstrijd, het zal hem wel deugd doen. Want scoren, dat gaat de jongste maanden. En dan vergeten we die inactieve coronaperiode even, maar dat gaat toch zo moeilijk. Maar hier wordt hij natuurlijk perfect bediend. En dan is Ruud Vormer daar om van een aarzeling te profiteren. En die bal ook gewoon klaar te leggen. Toggi in de rug van Dilly. Toggi moet het alleen doen. En stuit op Simon Mignolet. Snelle reactie. Bijna meteen zelfs vanwege KV Mechelen. Nog eens kijken. Bateau. Taak niet echt goed. Voor maar één keer probeert hij het zelf en dan legt hij mooi af. Voor Okereke. Ondertussen de eerste hoekschop van de wedstrijd. Issa Caboret. Schoofs. En laat Koeken even mee voetballen. Nou, Rika even contact in de lucht met Schoofs. Dan kan je slecht vallen. Het valt gelukkig mee. Bato. Van Orenbeek. Ja, die attack komt net te laat. Kousouni ook niet doortastend genoeg. Die attack. Badji. Vormer. Nou, dit moest even snel gaan, want bij KV Mechelen zaten ze er kort op. Ook Rekke, controle niet perfect, was ook moeilijk, want in de loop. Heerlijke paas van Ruud Vormer was dit. Rits. Rika. Bal is binnengebleven, Caboret. Diatta. Toch maar liever naar binnen. Van den Einde zonder overtreding op Okereke, vindt Geldof. Caboret. En de ketelaar ging Caboret daar opsluiten. Valt mee voor Van Orenbeek. Heel die bal niet echt aan. Beetje te afwachtend. Die attack kan het niet afstraffen. Nu heeft KV Mechelen moeilijkheden om de bal in eigen rangen te houden. Mechelen weer naar die buitenkant. Rika. Maar die moet altijd eerst die man voorbij, Caboret in dit geval.
Misschien net te lang voor iemand daar komt ingesneden. En dan speelbaar kan zijn. Van den Einde. Miskijkt zich een beetje. Daar gaat Vormer. Hier is Badji aan de binnenkant bij Caboret. De Ketelaar. En goed werk van Thibaut Peyre. Daar zat meer in. Van den Einde kan wat meters maken nu. En dan moet hij openen naar rechts. Hier is Dai. En Peyre ondertussen club weer in positie uiteraard. En dan is het opnieuw beginnen voor KV Mechelen. Dit is een ziekenhuisbal van Bateau. Die had er goed tussen. Okereke. En een goede terugkeer van Van den Einde. Okereke had net iets te veel tijd nodig om die bal klaar te leggen. Of die paas te zien richting Badji. En dan was het moment voorbij. Eerste hoekschop voor Club Brugge wordt dit. Deze oefenpot. Vormer. En even dat duwtje van Okereke bij Bateau. Dai heeft Togi zien lopen. En daar komt Mignolet. Vooruitkijkend als altijd. Van Lerbergen. De spelers van Club Brugge die straks aan het tweede uur van deze wedstrijd beginnen, die gaan nu richting kleedkamer en vooral richting oefenveld om aan hun opwarming te beginnen, neem ik aan. Hier is Van Orebeek. Kaya. De meeste assistgever, maar dit heeft hij al beter gedaan. Mignolet kiest voor de snelle herneming. Beetje overhaast misschien. Van Lerbergen. Schoofs wilde wegdraaien. Rits voorkomt dat. Het gaat breed. En dan is de kans op een counter. Verkeken. Die had daar goed gelopen door Okereke. De Ketelaar is de lopende man. Badji aan de tweede paal. En goed werk is dit van Thibaut Peyre. Het zijn van die voorzetten waarop je altijd kans loopt als verdediger om die in je eigen doel te deviëren. Het overkwam een Gawa een week geleden op een voorzet van de Ketelaar. Okereke. Of Rits liever probeert er nog wat van te maken. Kreeg hem niet voorbij dat steunbeen. Met de hak. De Ketelaar goed gelopen alweer. De voorzet is ook prima. Achter die teruglopende verdedigers gelegd. Maar niet perfect voor Okereke. Clement weet natuurlijk perfect wat de driehoek Rits voor me van Aken kan. De keer op rij dat hij het probeert met de Rits voor me de Ketelaar. Om te zien hoeveel muziek daarin zit. Van Aken, de man die vorig seizoen in elke officiële wedstrijd van Club Brugge meedeed.
twee keer werd gewisseld. En dat geluk heb je niet altijd dat je sterkhouder, je topschutter, nooit geschorst of geblesseerd is. Dai. Schoofs met Mechelen. Maar geld of vloot niet, ook omdat KV Mechelen in balbezit bleef, denk ik. Schoofs is wel even zijn schoen kwijt. En nu wil Clément dat er druk wordt gezet. Kaya, kijk eens dat doordekken van Kosunu. Zover. En elke komt beurten. En zo maakt ze het KV Mechelen moeilijk om uit te voetballen. En ze slagen er wel in. Dan is geen perfecte bal in de loop van Lerbergen. Die opvallend hoog speelt. Het is Van den Einde en Schoofs die voor de verdediging beginnen. Schoofs is dan de lopende man van Lerbergen eigenlijk op 10. Natuurlijk een echte spelverdeler. Ook hij moet proberen ruimtes te vinden naast William Togi. Neem ik aan. Tekort van Schoofs. Van den Einde herstelt. Toch half. Rika. Caporé. Die is toch heel sterk. En heel snel. Daar heeft Rika toch een stevige tegenstander aan. We naderen het half uur. En dan weet u dat er een korte drankpauze volgt. Eigenlijk spelen we 4 keer 30 minuten. Van den Einde en Kaya. Dan zie je Van Lerbergen lopen. En ook Togi, maar de goede bal, goede opening van Kaya voor Dai. Issa Caboré. Schoofs biedt zich aan. Caboré, bal te ver van de voet. Kan club nog eens richting overkant? Nee. Er is geen tijd meer voor. Eerste pauze in deze wedstrijd na een half uur spelen. En bij een 1-0 stand goal na 17 minuten van David Okereke op assist van Ruud Vormer. Nou, niet al te goed te wegkoppen van Sheldon Bato. Hier is hier Okereke. En dus even een paar minuten pauze. En van die pauze maken wij gebruik om de beelden er even bij te halen van de oefenwedstrijd die de club hier afwerkte tegen Beerschot afgelopen woensdag. En een slechte start. Kusunu vindt Vormer. Die wil dan terugspelen richting Shinton. Doet dat vrij kort en u ziet dat Shinton ook buiten zijn doel staat, wat eigenlijk logisch is. En Obisi profiteert al binnen de minuut. Ik vind het een hoofdschuddend, maar gewoon een misverstand. En dit zagen we wel vaker de voorbije wedstrijd. Hoog druk zetten bij een doeltrap van de tegenstander. Diatta recupereert. Werkt wel mooi af. Ongehinderd mag hij trappen. Maar het is een heel beheerste trap met die linker. 1-1. Na 23 minuten, iets voorbij halfweg de eerste periode. Er kwamen nog wel wat kantjes. Hier een poging van Simon Dely. Dat was een wedstrijd van 2 keer 45 minuten. Het bleef bij 1 tegen 1. Het resultaat is niet het belangrijkste uiteraard in oefenwedstrijden. Al wil je als speler natuurlijk elke partij winnen.
Philippe Clement zet nog wat puntjes op de i. Volgend weekend komt er al de volgende oefenwedstrijd aan. Dan komt Agent op bezoek. En KV van Mechelen gaat de intensiteit ook opvoeren de volgende week richting start van de competitie. Het heeft volgend weekend twee oefenmatchen gepland op dezelfde dag, maar met twee verschillende kernen. Tegen Westerlo gaan ze spelen en tegen Standaard. De week daarop zijn er op dezelfde dag wedstrijden tegen Serrain en Oud-Heverlee-Leuven. En de laatste voorbereidingsmatch voor Malinois op de competitie is een wedstrijd tegen het Franse MES op 1 augustus. Mechelen opent de Jupiler Pro League trouwens met een uitwedstrijd bij Zulte Waregem op zondag 9 augustus. En als u de kalender van de club al hebt bekeken, dan weet u uiteraard dat KV Mechelen en club elkaar heel snel weer zullen treffen. Op de tweede speeldag op 16 augustus staan ze tegenover elkaar achter de kazerne. In Cordé Camargo. De KV Mechelen topschutter van het vorige seizoen met 10 goals. Togi maakte er 9. De Camargo doet het ook. Nog een jaartje bij. Ik neem aan dat we hem in de tweede helft te zien zullen krijgen. En zij zien dat het goed is, de greenkeepers van Club Brugge. Ze hebben er hier 4 rondlopen. In het basecamp ook nog eens 2 die het gras in het Jan Breydelstadion onderhouden. En ze doen dat perfect, want dit veld ligt er schitterend bij. En de andere ook trouwens. We zijn klaar voor het tweede half uur. Met dezelfde 22. Nee, toch niet. Nee, vooraan in beeld met het nummer 34. Een nieuwkomer. Ik heb geen rugnummers doorgekregen. Dus dat is even moeilijk om te weten wie dit is. Het is hoe dan ook een jonge gast die Wouter Frank erbij heeft gehaald. Om iedereen kansen te geven om vooral niemand te overbelasten. Dan zou het Alexander Kwaadvlieg kunnen zijn. En dus geen Dai, die zoals gezegd nog maar een week meetrainde sinds zijn overkomen van Anderlecht. Die mag dus na een half uurtje toch rust. Dilly onder druk gezet. En opnieuw. Ik heb het gewoon even nagevraagd aan Fred van der Biest en Wouter Vlakke die hier beneden zitten. En het is inderdaad Alexander Kwaadvlieg die erin is gekomen. Vlakke! 17 jaar.
Ja, het moet leuk zijn om hier mee te doen, ook al heeft hij als jeugd international wel wat meegemaakt. Hij is ook een spits, net als Dai. Zonder complexen begonnen, dat zeker. Daar gaat Van Lerbergen de ruimte in, maar de paas te lang. Togi en Schoofs. Van Orebeek. En Kaya. Van den Einde. Hier is Caboré. Kwaad Vlieg probeert ruimte te maken voor Caboré. Die gaat zelf. Perst die bal nog voor doel ook. Togi. Goed gevolgd door Mechelen. Nou, het begin van deze periode is voor KV Mechelen. De club laat een beetje te veel begaan. Er zit weinig druk. Kosunu. Rits opent tot bij Rika. En er is weer Kwaad Vlieg. Kosunu. Alle tijd om te kijken. Dan is dit slordig al bij al. Dat wel de lopende Badji. KV Mechelen krijgt ook de ruimte om te voetballen van club. Rits weer die bal naar de buitenkant richting Rika. Nu Diatta in de buurt. Even overgestoken. Mechelen. En opnieuw Rika. Nou, tijd voor een voorzet. Lopen de mensen. Ja, dat is een heerlijke voorzet en een prima doelpunt van Badji. En 2-0 voor Club Brugge. De club is heel efficiënt. Dat moet je wel zeggen. En de aanwezigheid van Diatta daar op de linkerkant speelt wel zijn rol. Want zo kon Rika vrijkomen. Eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd om een voorzet te trappen. Een echt goeie. Je hebt natuurlijk wel lopende mensen nodig. Maar deze Badji deed dat perfect. Zijn het tweede goal al in deze voorbereiding. Youssouf Badji. Nee, geen verhaal voor Gaëtan Koeken. Het is maar club in een andere veldbezetting. In de tweede half uur. Met Kusuno op rechtsachter, Rika linksachter en Diatta dan op linksbuiten. Dat levert vrij snel resultaat op die linkerflank. In de eerste helft kwam Rika nooit echt los van zijn rechtstreekse tegenstander Caboré. Nou, de man die zich een beetje moet aanpassen is David Okereke, want die valt nu uit naar de rechterkant. Rechts in aanval.
dook daar ook wel mee voor doel op. Dat verwacht je wel. Als de voorzet van links komt. Goed van Crepin Diatta. Rika. En de ketelaren voor Rits. Kosunu vertrokken. En rust bij Ruud Vormer. Dilly. Weer is Rika vrij. En weer komt er een voorzet. Dan is deze een pak minder strak dan die vorige. Toki buitenspel. Oké, Reke. Ook hij laat zich betrappen op buitenspel. Wouter Franke geeft toch even mee aan de man op het veld. Dat club inderdaad van vorm is veranderd naar 4-3 is gegaan. En dan moet er ook wat veranderen bij KV Mechelen. Ze begonnen wel goed in de eerste helft, maar de jongste minuten lopen ze achter de feiten aan. Controle van Okereke, Kosunu buitenom. Hier is de ketelaar met een ren aan de binnenkant. Zoals we die ook al van hem kennen ondertussen. En Rika voor Rits. Ze vinden makkelijk de vrije man nu bij Club Brugge. En het gaat te snel voor KV Mechelen. Wat zo moeilijk ging in de eerste 30 minuten, gaat nu een pak makkelijker. Goede infiltratie weer. Van Badji. Mechelen. En Rits. Ook Reke en de ketelaren. Goed van Charles de ketelaren op snelheid. Was ook Vormer. Nou, de verdediging van KV Mechelen wordt nu veel beter getest. Of veel meer getest dan daarnet. Waarheen? Denkt Odilon Kosunu. Dat was niet de bedoeling. Een bal in lever bij Van den Einde. Deli. Rika. Goeie kap. En plots in zijn element, Federico Rika. De hoekschop voor Club Brugge, de ketelaren. Caboret krijgt er toch een voet tussen uiteindelijk. Rika, weer tijd voor een voorzet. Het verschil is opmerkelijk. Diatta. Vanuit stand aardig versnellen, maar dit hadden ze doorzien. Nu van Malinois. Goed, Yusuf. Yusuf.
Top, je mag doorduwen dan, hè. Waarom laat je draaien? Yes! Rika Diatta. Dat is een goed duo. En de tackle met de voet vooruit van Thibaut Père. Dit gebeurde in het eerste half uur niet. De verdediger van KV Mechelen op die manier moest ingrijpen. De goal die er viel was eerder een onhandigheidje van Bateau. Dan echt een uitgespeelde kans. Vormer en de Ketelaren. Opnieuw Vormer. En opnieuw zoekt hij Bacci. Die knikte wel, maar raakte geen bal. Kosunu. De Ketelaren. Zag Rika lopen. Tackle met enig risico vanwege Peire. Wel zuiver op de bal. Toggi. Mechelen moet vooral proberen de boel op te houden. Dan slaagt hij wel in. Van Orebeek. Caboret. Hij krijgt de vrije trap mee, Jordi van Lerbergen. Doordraaien van Van Lerbergen. Het geloof geraakte niet aan de binnenkant bij Kosunu. Dit is goed en snel gevoetbald. Diatta moet er 3-0 van maken. Dat doet hij ook. Goede counter vanwege blauw-zwart. Een paar passes aan de overkant waren ze. En Diatta maakte het nog wat spannend door Koeken te gaan opzoeken. Maar maakt het wel af met een mooie stift. 3-0. Het verschil gemaakt. Ook dat lukte niet in die eerste periode. Op die manier omschakelen. Hoeft het ook niet te vaak te doen natuurlijk. Het is na uitgespeelde kansen vanuit balbezit natuurlijk wel een extra wapen. Van Orebeek. Kaya. Goeie opening tot bij Caboret. De lopende man is Van Lerbergen. Had het meteen naartoe gekund. Het werd Kwaadvlieg, die zich opnieuw goed aanbiedt. Deze paas is te kort van Issa Caboret. Nou, nogmaals, KV Mechelen heeft er een zware week op zitten met veel volume. En nog maar één oefenwedstrijd. Dus het is niet abnormaal dat bij velen die hier op het veld staan, het beste er nu al af is. Wat dat betreft is een uur of twee keer een uur. Iets te veel van het goede voor een kern die er net een stageweek heeft opzitten. Stageweek plus teambuilding afgelopen donderdag en ook coronatest voor de hele kern. Waar allemaal negatief, anders
zaten we hier nu niet. Uiteraard. Caboret. En Van Lerberg. Kan Manu Maes een aanval in elkaar boksen. Bato. Van Orebeek. Toggi. Niet de eerste die zich aanbood, ook niet de tweede, wel de derde van Orebeek. Doet het niet onaardig als linksachter. Er is met Corijn natuurlijk een belangrijke pion vertrokken. Alleen Bijker is er nu nog. Ze hebben wel een extra man aangetrokken, Wernersson uit Zweden, maar die komt pas in januari. Van Göteborg. Badji moet even targetman spelen. Het werk van Bas van den Einde. Die bracht Badji even van zijn stuk. Die Wernersson is een van de vier transfers die ze tot nog toe hebben gedaan. KV Mechelen, Koeken hadden we het al over van Genk, Van Lerberg, van Club Brugge. Straks krijgen we ongetwijfeld Rocky Bouchiri te zien. Geen echte transfer, want hij wordt gehuurd van het Engelse Norwich. De belofte international. Hier is Kaya. Kan KV Mechelen eens gevaarlijk worden? Dat is even geleden. Bato dringt niet echt aan bij Rika in de tweede zone. De Ketelaren. Gelezen door Van Lerberg. Kon net niet met die bal aan de haal gaan. Rits voor Rika. En die wilde de snelheid erin houden, meteen Diatta lanceren. Met de wind, die speelt ook zijn rol. Daar zijn ze hier wel aan gewend, neem ik aan. Simon Dely en David Okereke, goed doorgetikt tot bij Badji, die heeft tijd, kan nu kijken. Eén man voorbij en dan een puntertje. Was het overzicht wat kwijt, er waren 4-5 ploegmaats mee, die hij misschien had kunnen vinden. Maar hij is een spits, hier een beetje geluk ook. En dan alleen nog maar oog voor het doel van Gaëtan Koeken. Dely op zijn gekende laconieke wijze. Naar Rika. Er was een vis in het water plots. Ook omdat Caboret gewoon vaak moet kiezen. Je hebt Diatta die daarop duikt. De Ketelaar die er vaak nog komt tussenlopen. En op die manier kunnen ze die rechterflank van KV Mechelen kapot spelen. Diatta verlegt het spel tot bij Kossounou. Hij heeft wat te veel tijd nodig. Caboret. Alex, meedoen hè, jongen.
Philippe Clément probeert zijn spelers te motiveren om alles te geven. Nog 8 minuten lang. En dan mogen ze gaan rusten. Morgen een rustdag. Dus toch even uitblazen. Ruud op de huid gezeten door Schoofs. Er toch weer een assist bij, Ruud Vormer. Dit is geen officiële. Belangrijk voor hem, de man van de 14 stuks van vorig seizoen. Waarvan we nooit zullen weten hoeveel het er uiteindelijk zouden geworden zijn. En dat geldt voor KV Mechelen natuurlijk ook. Zesde geworden. In de stilgelegde competitie, maar toch nog altijd nooit is play-off 1 kunnen spelen. En dat zal er volgend seizoen ook niet van komen met die hervorming. Twee mini play-offs, 1 voor de titel en 1 voor Europees voetbal. Okereke. Dat is heel slim uitgevoetbald. Goed van de buitenkant naar de binnenkant gekomen. En dan als de spits die hij is, toch rustig afgewerkt. En, dat zijn toch al duidelijke cijfers na 53 minuten 4-0. Koeken voelt zich in de steek gelaten, neem ik aan. Het ging wel heel makkelijk. Nou, straks krijgen we eigenlijk gewoon een nieuwe wedstrijd met, neem ik aan, 2 nieuwe elftallen. Misschien dat Wouter Franke dan ook echt zegt, jongens, we beginnen bij 0-0. Goed 5 minuten. En kunnen deze elf van KV Mechelen nog iets terug doen. De overtreding van Okereke. Begon als een speer. Begin vorig seizoen 4 goals in 3 wedstrijden. Dan viel het even stil. Er waren er nog 3 goals in 3 wedstrijden eind oktober, begin november. En nog 2 tegen Zulte Waregem, net voor nieuwjaar. En dat was het zowat. Bleef op 9 steken in de competitie. Toch benieuwd hoe belangrijk hij het vindt om in een voorbereiding als deze te scoren. Diatta. Kwaad vlieg. Het begon aardig, maar is wat weggedemsterd. Niet klagen tegen de scheidsrechter. Geeft Clement nog even mee. Van Herbergen. En Koeken. Hier is Batto. Goed opgepikt door Kosunu. Maar niet voor bij Van den Einde. Die heeft het al wel goed gedaan hoor, Bas Van den Einde. Caboré op snelheid, maar bal te ver van de voet. En Derboren Rika. Doet alles goed in de tweede helft van de eerste helft. Enfin, u weet wat ik bedoel.
Caboret. Nog een keer proberen. Kwaad vliegt naar buiten. Dan komt er ruimte om in te duiken. Caboret deed het goed in de eerste helft, maar ook ja, is mee teruggevallen. In de tweede half uur. De Ketelaren. Dit is kort. Ah, Mignolet moet zich nu gaan haasten. Van Lerberg kan niet profiteren. Die bal raakte hij niet goed. Ik denk dat hij even opbotste net voor hij er zijn rechter tegen zette. Mignolet vertrokken. En dan weet je als doelman, ik moet zorgen dat ik er ben. En vooral mijn voet niet terugtrekken. En ook al is dit een oefenwedstrijd, hij deed het. Ondertussen Rika. Met Van Lerberg in achtervolging. Diatta met rechts probeert te verleggen richting Kosunu. Hier is Kaya. Hij vindt geen aanspeelpunt voor de bal. Overtreding van Rika. Van Orebeek. Toggi probeert wat te forceren. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Tegen Brandon Mechelen. Die levert de bal wel weer in. Van Orebeek. En Vormer in de tackle. Krijgen we straks dus niet te zien. Eder Balanta. Laatste seconde van de eerste helft. En ik neem aan ook einde van de wedstrijd voor deze 22 spelers. Straks krijgen we een andere. Het valt nog even af te wachten wie dat zullen worden. Zeker wat KV Mechelen betreft. Van Club Brugge, die kennen we al. En we zijn halfweg deze oefenpot en het staat 4-0. Twee goals van Okereke. De 1-0 en de 4-0. Ondertussen ook een goal voor Badji en voor Diatta. Afrikaanse doelpuntenmakers hier vandaag tegen KV Mechelen. En het verschil is al gemaakt. Voor KV Mechelen wordt het toch zaak om het niet te hoog te laten oplopen, dat verschil. Ook al is dit maar een oefenwedstrijd en ook al weten ze dat ze net een zware stageweek hebben opzitten. Nou, er worden echt vuistjes gegeven als op het einde van de wedstrijd. Maar ze weten ook dat het er voor hen op zit. En toch even luisteren en kijken naar een van de doelpuntenmakers. David Okereke wandelt nu samen met Johan Koekenberg richting Justin Rombout. Voor zijn bevindingen na vooral die twee doelpunten in lange tijd. David Okereke, Justin, ga je gang. David, congrats. 2 goals and an assist. 4-0 after 60 minutes. Feels good, right? Yeah, for sure it feels good, but it's a collective job because we had to, the first 10 minutes it was difficult, then we had to go out pressing really, really high, so we got the goals. The coach told us that the physical stats are the best so far. How are your legs feeling after this 60 minutes? You don't want to know.
Seriously, you don't want to know. It's really heavy, but they say hard work pays. So I guess this is the period we have to really go hard and suffer the flesh to enjoy the fruit of our labor during the season. We're still in full preparation, but what are your personal targets this season? I don't like to talk about targets. I just take games after games and see how it goes. And now a question a lot of fans are talking about. Why did you choose number 21 this season? I've always liked the number 21 because I feel it's my good luck number. So I just had to change. I wanted it last season, but I couldn't take it from the guy that had it. So immediately he went out, I just asked for the number immediately. Okay, thank you, David. Thank you very much. Ja, snel even vertalen. Het voelt goed om twee keer te scoren en een assist te geven. Maar het is toch wel een collectief gegeven natuurlijk. We moesten hoog pressen na de herneming en dat zorgde toch ook voor goals. Het is hard geweest en afzien, maar de vruchten die zullen we er wel van plukken. Ik heb me geen doelen gesteld dit seizoen. We zien het wel wedstrijd na wedstrijd. En waarom dat die van rugnummer is veranderd, 21 in plaats van 14. Wel omdat het mijn geluksnummer is. En vorig seizoen was het niet vrij. Zo simpel is het. We kunnen opnieuw naar Justine, die heeft Charles de Ketelaere bij zich. Charles, 4-0 na 60 minuten. Niet slecht, hè? Nee, zeker een goede partij van ons, zeker na zo'n zware week. En, ja, 4-0 is gewoon goed en ze hebben niet veel kansen gecreëerd en dat is gewoon goed van ons. Ja, ik zag het dat het soms wel lastig was. Hoe voelen je benen na die zware trainingsweek? Ja, de derde week is normaal altijd de lastigste week en dat hebben we gevoeld. En vandaag 60 minuten en ja, dat voelen we zeker. En, maar ik denk dat we er alleen maar sterker van worden, dus dat is goed dat we zeker ook met een goed resultaat kunnen afsluiten. Ja, dit jaar geen stage in Garderen, maar wel mini-stage hier in het basecamp. Was het even zwaar dan? Ja, eigenlijk wel. Buiten het verschil dat je de laatste twee, drie nachten naar huis kon en dat deed wel deugd. Maar ik denk dat we er een goede week op hebben zitten. Ja, en nu een weekje geen matchen en dan de volgende is pas volgende week zaterdag. Gaat dat deugd doen? Dat gaat ja, deugd. Ik speel graag wedstrijden, maar ja, we zullen wel hard trainen waarschijnlijk. Oké, dankjewel Charles. Alsjeblieft. Tot daar Charles de Ketelaere. Ze hebben inderdaad hard gewerkt, want ze hadden het allebei over zowel de Ketelaere als Okereke. Goed, hier gaan we het bij laten over wat die eerste helft betreft. De eerste helft van deze oefenwedstrijd. We hebben daar een uur op zitten, straks nog een uur met de nieuwe spelers. Dat is voor over een klein kwartier. GLB. Ontdek hem nu bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz.
Techbox heeft alles in huis voor een perfect binnenklimaat. Onze Masters in Ventilation zorgen voor een gezonde luchtcirculatie in uw leefruimte. Onze Masters in Heating zorgen voor een correcte montage van al uw sanitair en plaatsen de door u gekozen verwarmingsoplossing. En dankzij onze Masters in Cooling geniet u op elk moment van een ideale temperatuur in uw gebouw. Techbox, trotse partner van Belgisch kampioen Club Brugge. Join our team of Masters now. www.techbox.be. Zoals elke topper in de geschiedenis zet ook Unibet keer op keer de toon. In het jaar waarin de grootste basketballer aller tijden zijn vijfde NBA-titel wint, wordt Unibet geboren met dezelfde honger naar succes. Wanneer twee Belgische tennisgodinnen in Parijs de finale spelen, slaan ook wij een ace met het eerste mobiele bettingplatform. En wanneer de kasseikoning zijn vierde Parijs-Roubaix wint, zet Unibet verder in op verantwoord spelen. In 2017 wordt een Belgisch wonderkind wereldkampioen de Zevenkamp. Terwijl wij als eerste starten met livestreaming van de Pro League. Net als deze toppers zijn wij nummer 1 geworden. En zetten wij verantwoord de toon. Want dat is wat de nummer 1 hoort te doen. Unibet. Van spelers voor spelers. Super tongue shock and feel the taste rocking. Head first, flavor burst, hit him with that max taste. Yep. To free your thirst, so let's go. Ice cold, taste the bowl. Burning, living, shiver, giving, gotta love some Pepsi Max. Yeah. All day. Maximum taste, zero sugar. Pepsi Max, Pepsi Max. Jupiler 00. 0% alcohol, 100% feest. Voilà, we zijn terug in het base camp. Nog even wat sproeien. En dan kan ik je ook meteen de namen meegeven. Ja, de tweede helft zullen beginnen. Dit is Club Brugge met Horvat, Van de Keibus en Van de Bremt. Dat zijn de twee jongeren die aan de aftrap van die tweede helft komen. Mitrovic, Voet, Sobol, Dennis, Schrijvers, Van Aken en Openda Krementjic voorin. En laten we hopen voor die twee dat het even goed loopt als voor Badji en ook Reke. Daar zat dan toch muziek in. En bij KV Mechelen ook 11 nieuwe namen. Nog geen Yannick Toele, zei ik al. Dus Bouzian tussen de palen. En dan hebben we achterin Bouchiri, Bijker, Lemoine en Bonny. Op het middenveld
Koveliers, Joachim van Damme, De Bie, Hermans, Storm en Igor de Camargo. Dus opnieuw wat jonge gasten bij KV Mechelen. Trova Boni, de Burkinees van 21. Hier is een verdediger, Lars Koveliers is 19. Een jeugdproduct van KV Mechelen en ook De Bie is een product van de jeugdacademie van Malinois. Ook hij is 19. De Bie een middenvelder net als Koveliers. We gaan straks wel ontdekken hoe ze het precies gaan doen. Nou, de spelers zijn er klaar voor. Het is alleen nog even wachten op het trio dat deze wedstrijd moet leiden. Frederik Geldof en Co. Want die moeten het dus wel 2 uur volhouden. Dus ik kan me voorstellen dat zij dat kwartier rust volledig willen gebruiken. En dus is het nog even balletje strappen en nog even verder oparmen voor de spelers. Maar de scheidsrechters zijn ondertussen daar. En dan kunnen we er stilaan aan beginnen. Een nieuwe wedstrijd is het eigenlijk met 22 nieuwe spelers. Met 4-0 als begin scoren. En zijn deze elf van Club Brugge erop geband om even goed te doen als de elf van daarnet. En hier is Dennis met Storm. Nicolas Storm ondertussen. Dennis perfect en dan de bal in de space. Een meubelstuk bij KV Mechelen. Natuurlijk een jeugdproduct van Club Brugge. Sobol opgejaagd. En hier is Mitrovic. Met Van den Brent. Goed, goed, Michael. Speak, speak, speak. Niknaas Van den Brent. Maar 18. En speciaal voor hem is dit. Want hij komt van het zuiden van Antwerpen, maar heeft voor Beerschot Ruppelboom gespeeld, maar ook voor KV Mechelen. 3 jaar lang daar bij de jeugd, voor hij 3 jaar geleden naar hier kwam. En hij dus mee in de 3 centraal achterin, Ignas van den Brent. Hier is Emmanuel Dennis, probeert de Bijker door de benen te spelen. En dit is een goede terugkeer van die andere jongster. Die we ook al eerder zagen. Thomas van de Keibus. Centraal op het middenveld. Het is Trova Boni, wordt van de bal gezet door Kremenchik, maar met een overtreding oordeelt Geldof. Bouzian vindt Joachim van Damme. Met hem willen ze heel voorzichtig zijn. Al delen van de voorbereiding verstek moeten geven.
met kleine pijntjes. En we hadden ook slechte herinneringen aan de voorbereiding van vorig jaar. Dat was ook niet perfect en toen viel hij vrij snel uit. In het begin van het seizoen moesten ze hem lang missen, dus hij gaat zeker geen uur voetballen, Joachim van Damme. Is ook gewoon belangrijk voor KV Mechelen. Belangrijk dat hij fit is dus. Van Aken er goed tussen. Goede versnelling is dit van Siebe Schrijvers, die je opent. Tenminste, dat probeert hij. Close it, Siebe! Close it! Yes, goed, Michael! Voor Van de Keibus. Ja, goed, de opdoog op links. Hermans net niet. Hij begint van op de rechterkant, Geoffrey Hermans. Het stilleggen van de competitie was voor hem slecht nieuws. Hij was juist zijn draai wat aan het vinden. Met KV Mechelen na zijn overstap vanuit Antwerpen. Sobol, Kremenčík. Goed weggedraaid. En dan eigenlijk toch verloren gelopen tussen De Moine en Bouchiri in. Hermans. De Camargo laat. Storm. Gaat hij naar zijn rechter? Nee, gaat toch buitenom. En Mitrovic zit er goed tussen. Goede counter van KV Mechelen. De eerste keer dreiging in de tweede uur. Bouchiri. Ondertussen kent hij de Belgische competitie goed, Bouchiri. Sten de Eupen. Kopie, Jas, verzorgen. Oké, goed, Dennis. Again. Help the young boys. Schrijvers. Voet voor Sobol. Dennis. Even afwezig geweest de jongste minuten na een aardig begin. Again. Actief. They come out too easy, boys. Too easy. De Bie gaat Schrijvers daarop jagen. Dennis in de rug van Bijker. Dat is goed gelopen, maar vanuit het buitenspel vertrokken. Als de vrijbuiter die hij is. En zoals hij het wel vaker heeft gedaan, ook vorig seizoen. Zelfs van op die rechterkant. Natuurlijk van heel ver komen. Om dan voor zoveel diepgang te zorgen. En dan plots de man te zijn die in de rug van de verdediging kruipt. Weer dat hoge druk zetten op de verdediging. Schrijvers. En de terugkeer is er van Laurent Lemoine. Ex-Club Brugge ook. En ook een moeilijk jaar gehad. Maar dat beeld verdwenen, Laurent Lemoine. Hij heeft toch ook al zijn kans gekregen vandaag, maar ook tegen RWDM in de voorbereiding. Ja, en hoe dan ook. Een extra troef centraal achterin, of dus noods op rechtsachter. Dat kan hij ook. Dat is goed van de voet. Heel rustig gebleven, goed weggedraaid. Doordraaien van Van Aken in de loop van Sobol. En de man die geconcentreerd is begonnen. Go, go, go.
Grote belofte heeft het tot nog toe niet kunnen waarmaken. In principe talent in overvloed. Van den Bremt. Voet. En Van Aken maakt de bal goed vrij. Kijk daar nog een trap. Mitrovic. Dat was zonder aarzelen, maar ook zonder precisie. De Bie en Van Damme. Die twee dus voor de verdediging. Storm mag gaan lopen. Dus er was nog weinig aansluiting. Van der Bremt staat een corner toe. Dan lost het rustig op. Al bij al. Het is pas de tweede hoekschop voor KV Mechelen in deze oefenwedstrijd. Na 69 minuten Heidemans. Hier is Bijker. Het was Koveliers. De Bie. Storm. Heidemans mee de hoek in. Hier is De Camargo. We hebben nog niet veel gezien. Openda. De mensen liet zich daar aftroeven door Puccini. Bonny. Onzuiver. Van Damme, goede stiel. En dan is daar Storm. Maar nog niemand voor doel. Dat was wel de terugkeer ook van Schrijvers. Horvat kon de corner niet voorkomen. Het begon bij het goede vooruitverdedigen van Joachim van Damme. Indraaiende bal deze keer van Nicolas Storm. Tweede zone. En dan waait hij gewoon over. Simon Voet. De man ziet het liever niet dat hij met de bal loopt, maar dan lost het wel op. Oh, nog altijd maar 20. Ondertussen wat ervaring opgedaan bij Goeselare. En veel flair aan de bal. Mitrovic. Van den Bremt. Van Aken nog niet echt heel hoog op het veld in actie kunnen schieten. Vaak met de rug richting doel. Doel van de tegenstander bedoel ik dan. Hier is Storm met Van den Bremt. En dat druk zetten weer van Club Brugge dat ook balbezit oplevert. Schrijvers. Van Aken
vanuit stand. Van Aak verlegt goed het spel richting Emmanuel Dennis. Go boys, go, go, go! Quality up again! De Camargo. En Damme kon niet inspelen naar links, want Storm was daar even niet. Hier is Trova Boni. Ja, goed weggedraaid. Goed aangedrongen ook van Sobol. De Bie voor Hermans. Okay, waarbij de teams krijgt voorlopig echt lijn in het spel. Koveliers kan kijken. Vindt niet De Camargo. Nog Bijker en Storm kunnen misschien nog iets in elkaar boksen, maar Dennis is ook teruggekeerd. Toch behoorlijk wat ervaring weg bij KV Mechelen met Swinkels en Castro onder meer. En vooruit is deze Bijker. Van de mannen in wie Franken het ziet om de leider in de kleedkamer te zijn. Samen met Rob Schoofs die ook wat opschuift in de rangorde. Van Aak. Van den Bremt. Te weinig steun hier voor Van den Bremt. Tijd wat Clement had gevraagd, sneller spelen. Bouzian. Vindt de oplossing verderop bij Storm, maar Van den Bremt zit daar goed tussen. En dan is er buiten spel van Nois Openda. Soms te snel voor zijn eigen goed. Daar De Camargo goed af. Mitrovic. Vindt Schrijvers. En Dennis. Van den Bremt. Geduldig opbouw bij Club Brugge. Het is weer in 3-5-2 tegen KV Mechelen dat... Net als in het eerste half uur goed inslaagt om de boel gesloten te houden. En hier aast op een snelle tegenstoot. Hermans die even oversteekt van rechts naar links, maar de bal op de rug krijgt. Dennis is blijven liggen. Vandaar dat zijn ploegmaats even die bal buiten trapt.
Het lijkt wel mee te vallen. Kan niet verder, zo te zien wel. Penda moet even de positie van Dennis overnemen in afwachting van diens terugkeer. Ondertussen is er alweer een nieuw slachtoffer. Bal van dichtbij in het aangezicht bij Eduard Sobol. Toch ook even verzorger voor de Oekraïner. Dan duurt dat te lang tegen dat. En dat is geen zicht meer. Dat is ook geen zicht meer. En zo'n onverwachte vroege pauze voor alle spelers na nog geen 20 minuten. We gaan toch verder met Mechelaars tegen 10 Bruggelingen. Storm opgejaagd. Koveliers en Pony. Sobol is terug. Voet. Horvat. En Van Aken. Ruimte voor Schrijvers. Van den Bremt en Dennis. Dat is ook de combinatie met Opende, maar die komt er niet uit. Schrijvers. Dat is zelfs voor de snelle Openda niet haalbaar. Rocky Bushiri. Zoekt De Camargo. Ja, die zit nog niet echt in de wedstrijd, Igor De Camargo. Dennis, goed binnengehouden. Wie biedt zich aan? Van de Keibis. Die duikt op verschillende posities op. Dennis. Hier is Openda. Moeilijk in het samenspel. Lois Openda al twee keer dat Dennis hem zoekt, maar dat het... Vrij snel fout loopt. Trova Boni. Koveliers te kort. De Bie. Goed weggedraaid van Schrijvers. Een goede schijnweging van Koveliers, maar dan de paas wat minder. Yes, go, 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 go.
Heinemans 1-2 met Storm. Een te makkelijk balverlies van de Keibus. Dennis. De club probeert wat intensiteit in dat spel te krijgen, maar in dat laatste derde van het veld, de beslissende zone. Gebeurt net te weinig. De pressing, kom, kom, kom! Stay positief, help each other! Storm met Mitrovic en de overtreding. Bonny. Ze polt er heel snel bij. Nou, Trova Bonny, eigenlijk een centrale verdediger. Moet even depaneren op rechtsachter. Hermans. Van Damme. Vindt de ruimte bij Storm. Nee. Precies ontbreekt bij Malinois. Horvat. Voet. Zo komt Club Brugge onder die druk van KV Mechelen uit. Sobol, onzuiver. Nou, het is te slordig langs beide kanten. Tot nog toe in deze tweede helft. Jas van der Brand. Hij stond het goed op uiteindelijk. Sobol. Voet. Van de Kuipers nu ook mee op links. Schrijvers. Heel veel bal komt ophalen daar voor de verdediging. Het is vooral zaak om Van Aken toch in stelling te brengen hoger op dat veld. Daar slagen ze voorlopig niet in. Daar is Van Aken met een goede kaats op en dan lost hij het op met zijn snelheid. Jawel, dat doet hij. En dan slaagt Kremenčík er weer niet in om zijn allereerste goal voor Club Brugge te maken. Hij zou zich de haren uit het hoofd drukken als hij ze had. Goed breed gelegd door Openda voor de neus van Bouzian. Dan is dan ook Bouchiri op het nippertje om redding te brengen. Dat is de eerste grote kans in de tweede helft. Al 26 minuten voetballen. En dat contact tussen Bouzian en Openda heeft Lois Openda geen deugd gedaan. Dat is een goede aanval. Goede kaats van Van Aken. Controle ver van de voet. Maar dan maakt hij dat door de snelheid toch nog net goed. Ook al is het niet ongevaarlijk natuurlijk om het op die manier te doen. Het deed het wel perfect. De eerste hoekschop voor Club Brugge in deze tweede helft. Met Siewe Schrijvers, het hoofd van De Camargo. Van den Bremt, van der Bremt moet ik zeggen. Mitrovic. De controles waren mooi, de paas was minder. Allez! Thomas, pak je vrij! Pak je vrij!
Er blijft heel weinig ruimte daar voor Club Brugge en ze slagen er voorlopig niet in, die van Blaswart, om die ruimte zelf te creëren. We zagen in de tweede half uur met die 4-3-3 dat het op links wel komt plots. Dus Malinois is er vrij goed op ingesteld op de 3-5-2 van Clément. Ruimte voor Dennis hier. Dan gaat hij er slordig mee om. Dennis. Niet Van Aken. Wel Heijremans. Boni. En Koveliers. KV Mechelen raakt moeilijk weg van op eigen helft. Die pressing Clément duidelijk in te krijgen bij Blauw-Zwart. Kan je natuurlijk geen hele wedstrijd volhouden. Het gaat om het juiste moment te kiezen. Voilà, we zijn drie kwart ver in deze wedstrijd. Het eerste half uur van de tweede helft zit erop. Nog geen goals in die tweede helft. Niet zo heel veel kansen. Deze Michael Kremenčík kreeg de beste. Maar zag zijn poging in extremis nog gered door Rocky Bouchiri. En dus krijgen we opnieuw een drankpauze. En van die gelegenheid maken we gebruik om het geheim te ontsluieren rond de 2024 die tijdens de wedstrijd tegen Beerschot afgelopen woensdag plots op het veld verscheen en mijn collega Nicolas de Brabant er verraste. Daar zat wat achter. En u hebt het misschien al gezien, maar hier komt de ware reden van die 2024. Oké, twee pieken closer, dat is twee. Rits naar Vormer, hier op de rechterkant even. We zagen even 2024 in beeld verschijnen. Ik weet niet wat de bedoeling daarvan was. Onze excuses. Eder Balanta dus de laatste in een toch wel mooi rijtje spelers die heeft bijgetekend. En niet zomaar bijgetekend, meteen tot 2024. Heeft het gewoon uitstekend gedaan vorig seizoen. Rustig mogen groeien en rijpen. En dan zijn kans gegrepen. En misschien meer nog dan Mats Rits, een echte verdedigende middenvelder. Door een interessante concurrentiestrijd tussen die twee. Maar goed, ze gaan in het beste geval ruim 60 wedstrijden spelen volgend seizoen. Dus er zal speelgelegenheid zijn voor iedereen. Philippe Clément gaf het ook al aan in een van de interviews van de afgelopen dagen dat het omgaan met niet altijd spelen een van de dingen is waar hij aan wil werken.
Hier geeft hij tekst en uitleg met het oog op de tweede half uur. Net zoals Wouter Wrakke dat doet aan de andere kant. En dan gaan we eraan beginnen aan het laatste kwart van deze wedstrijd. Zij zijn al gedoucht. Badji en Diatta, de twee Senegalezen van club. Dat geldt ook voor Ruud Vormer. En dan zien we dat Joachim van Damme aan de kant is gebleven. Dus een half uur heeft hij gekregen nu. En dus hebben we weer een wissel. Halverwege de helft weer een jonge jongen die erbij is gekomen. En dan moet ik het toch weer even vragen hier beneden. Aan iemand van de technische staf. Ik denk dat het Laurens Simons is. Die in het elftal is gekomen. In de plaats van Damme, maar niet op de positie. Want hij is een aanvaller en hij gaat rechts buiten spelen. Positie die Koveliers innam daarnet. Maar Koveliers een centrale middenvelder, net als De Bie. Ook een nieuwe doelman bij Club Brugge. Shinton erin voor Ethan Horvat. Die heeft weinig werk gekregen, Ethan Horvat, om niet te zeggen niks. Een paar keer moet meevoetballen, maar eigenlijk geen bal moeten pakken. Dan zien we dat De Bie mee in de verdediging is gaan postvatten. Bal net te hoog voor Kremenčík. En dan wat paniekerig van Koveliers. Hier is Schrijvers. Uiteindelijk Koveliers dan toch. Van de Keibus van den Bremt, laatste man. Maar goed ingedribbeld, goed naar de buitenkant. Hier is Dennis. Openda houdt hem binnen. Hij gooit hem nog eens voor toe, maar daar is niemand van zijn ploegmaat. De bal stremt even door de wind. Kremenčík gaat druk zetten bij Bijker. Maar met een overtreding, zo oordeelt Frederik Geldof. Van de Keibus. Sobol. Ook hier speelt de wind zijn rol. Bonny maakt de snelheid. Dat is niet de manier waarop je De Camargo moet bedienen natuurlijk. Hem diep sturen. Shinton. Koveliers. Kiest voor de bal breed richting Bijker.
De Bie. Laurens Simons, het is wel degelijk hij, kwam in de bal. We moesten de Camargo diep. Dat was niet ideaal. Simons, ook hij is jong en nieuw bij KV Mechelen, 18 jaar. De Antwerpenaar kwam over van het ter ziele gegaan Lokeren. En ook bij Germinal Beerschot. Beerschot Wilrijk en bij Liers gespeeld. Vorig seizoen in de Proximus League, één invalbeurt voor Sporting Lokeren. Storm. Emmanuel Dennis. Kremenčík. Dit kan niet, dat weten we. Maar de weg is nog lang. En hij maakt opnieuw de overtreding, de Tsjech. Duidelijk nog niet echt bevrijd. Altijd zoekend naar dat doelpunt voor Club Brugge. Daar gaat Simons door de verdediging. Shinton. Doet dat prima. Sobol. Goed blok gezet door Bonny. De Camargo. Hier is Simons. En buitenspel was het van Laurens Simons. Nou, de 4-3 die Philippe Clément ook nu in de tweede helft heeft geïnstalleerd. Er werpt voorlopig nog geen vruchten af. En hier is Sobol. Goeie bal was het van voet. Simons. Daar gaat Hermans. Storm trekt naar binnen. Hermans en zijn rechtervoet. Dat is een heel wat minder goede combinatie dan Hermans met zijn linker. Van de Keibus. Dennis mag nu wat hoger aan zijn acties beginnen. Als rechtsbuiten. Van Aak. Scoorde twee keer tegen Uithevelen-Leuven vorig weekend. De eerste twee goals in die 4-1 overwinning. En ook nu komen de voorzitten van op de linkerkant. Rika zagen we in de eerste helft. Nu is het Eduard Sobol. Je wil geen tackles zien, Philippe Clément. Gewoon recht blijven. In de tijd van Trontsoli het ook al een wijze raad van de Noor. Als je op de grond ligt, kan je niet voetballen, dus probeer het anders op te lossen. Van de Keibus. De Camargo. Goed gewacht. Lemoine. Hij op het middenveld dus. Mee. Samen met de Cavaliers. Bonny. Gelopen door Geoffrey Hermans. Simons maakt het veld breed. Hermans gaat hier trappen. Jawel, dat doet hij. Het is een geweldige trap. Shinton zat er nog even bij. Het is vooral de lat die redding brengt voor Club Brugge. Bijna het eerste doelpunt vanavond van KV Mechelen. Ja, Geoffrey Hermans. Dennis. En nog altijd Dennis. En dan Willy te veel. Zo lijkt het. Bal is inderdaad buiten geweest. Mooi hakje van Van Aken. Maar er was al gevlacht en gefloten. Dan zag Dennis dat anders. Nog eens kijken naar de grootste kans voor KV Mechelen tot nog toe vanavond. Mooie trap. En dan vingertoppen van Nick Shinton. Die waren toch ook doorslaggevend. Simons. Hermans en Bonny. Nou, de man vroeg.
Ook daar goed de ruimte in. Maar Bonny zag dat niet. Van den Bremt. Hij rechtsachter dus nu. Van den Bremt, goede versnelling. Daar is Dennis weer, zit aan de buitenkant bij Bijker. Dat maakt het extra moeilijk. Waar is Nico? De Bie. Lemoine. Komt er goed uit met een Zidane. Storm. Een wijkende Van der Bremt. Dennis komt helpen. Storm. Alleen Simons is voorin. Dikke Marco nu pas. Hermans. Uitgespeelde kansen zijn moeilijk voor KV Mechelen. Al heel de avond is dat het geval. Sinton. Van de Kuip is er goed tussen. Dan kan Dennis opnieuw vertrekken. Het moet sneller, vindt Clément. En hij maakt zo graag de acties. Zo graag de man op. Ik denk dat ze hem nog 10.000 keer moeten zeggen. Hier is Schrijvers. Gaat hij het proberen? Nou, dat doet hij. Recht in de handen van de Mechelse doelman. Openda, goed weggedraaid en prima geopend ook voor Van den Bremt. Dennis, toch weer de actie. En dan maakt het zo ingewikkeld voor zichzelf. Dat hij echt gaat beseffen dat het sneller en simpeler moet, dan kan hij een hele grote worden. Emmanuel Dennis. Hermans. De man bood zich goed aan daar. Loopt ook goed door. Bonny. Koveliers en Bouchiri. Simpel goed gespeeld door Maxime de Bie. Tot bij Koveliers, Hermans. Simons. Tot daar gaat het goed bij KV Mechelen. Maar wanneer komt er eens een goede bal voor het doel gedropt? Een overtreding.
gezien door Geldof. En dus vrij trap voor Malinois. Nou, het is tot nog toe een tweede helft met weinig doelmannen in actie. We hebben Shinton 1 safe weten te doen op dat schot van Heiremans. Bouzian daarnet. Kreeg een bal recht op hem. En dan was er die grote kans voor Kremenčík. Daar moeten we tot nog toe mee doen. Van Aken. En Dennis. Kan hij het simpel houden? Aannemen, voorzetten, dat is goed. En dan krijg je direct ook gevaar. En een eerste keer Van Aken in stelling gebracht. En na 104 minuten haalt Philippe Clément Emmanuel Dennis naar de kant. En hier beneden staan klaar Sanja en de Kuiper. Ook Sobol gaat een andere positie innemen. Het is Van der Bremt die mag beschikken. Sobol die ging al naar de rechterkant, maar die mag links blijven staan. Het is de Kuiper die rechtsachter gaat spelen. Die twee jongens krijgen nog een kwartier zowat. Mamadou Sanja. En Openda. Met de 5-0 voor Club Brugge. Eerste goal in de tweede helft. Eerste goal. Dat weet niet, elftallen. Lois Openda. En het blijft leuk om te scoren. Ook in een oefenwedstrijd, dat is duidelijk. Sanja met het overzicht. Goeie voorzet, een mooie beslof genomen door Lois Openda. Sanja toont hoe simpel het kan zijn om efficiënt te zijn als je het eenvoudig houdt. De net gewisselde Manuel Dennis kan er misschien wel wat van leren. Van Aken, mooi weggedraaid op Openda, meteen voorzetten en dan Bouzian, dan toch geklopt. De 19-jarige doelman, overmorgen wordt hier 20. Sofyan Bouzian. En hoe graag wil KV Mechelen toch een goal maken hier. In het slot van deze oefenpartij. De Bie. Simons en Bonny. Ah, goede beweging is dit van Trova Bonny. Laat hij ook zelf afwerken. Dat probeert hij in elk geval. Natuurlijk weet Deca Margo dat hij buitenspel loopt. Voluit gaan vraagt Philippe Clément aan zijn jongens voor het laatste kwartier. Het zijn ondertussen maar 12 minuten meer. En dan morgen toch even bekomen met de vrije dag. Voet.
De Kuiper. En Sanja voor Schrijvers. Club Brugge probeert toch tempo te maken, ook in het slot. Hier is de Kuiper opnieuw. Sanja was eigenlijk niet aanspeelbaar. Zo krijgen ook bij club de jonge gasten hun kans. Maxime de Kuiper zagen we ook al in de eerdere oefenwedstrijden. Vandaar dat hij vandaag maar een kwartier krijgt. Voor Sanja geldt hetzelfde. Hier is Sobol. Handspel van Lemoine, maar ik dacht geld of laat spelen. Toch niet. Lois Openda en Sobol. Goeie voorzet. Kermenchik ging er net onderdoor. Schrijvers pikt op. Krijgt die bal niet echt snel genoeg gecontroleerd. Hij gaat dan meteen omschakelen wel. En die bal recupereren. Simons. Misverstand met Hermans. Dan moet het snel terug, want Club Brugge heeft er nog wel zin in zo in het slot. Openda. Openda. En dan de ingreep van Bonny. En Geldof ziet er een penalty in. Openda geeft die bal meteen aan Hans van Aken. En die staat al klaar om hem te trappen. Van Aken heeft er vorig seizoen maar eentje gemist. Wat doet hij tegenover Bouzian? Overtuigend binnentrappen. En er 6-0 van maken. Zijn eerste vanavond. Hans van Aken. Licht toegekend, die penalty, maar er was wel contact. Mitrovic. Met Koveliers. Die blijft aandringen. En de aanhouder wint. Ook nu. Sinton. Dat is goed uitgevoetbald. Schrijvers. Ja, bedrijvig. Van de Keibus. Ja, en daar wilde Lemoine per se die bal spelen. Maar Van de Keibus zat er goed tussen. Van Aken. Nou, die krijgt er plots zin in. Mooie slalom van de Keibus. En hier is Sanja. Nog Sanja. Nou, dat is geen onaardige bal, maar hij valt net overal tussen. Hermans. Die bal te ver van de voet springen. En trapt dan uit frustratie een gat in de lucht. En het eerste half uur van KV Mechelen was best goed. En daarna liep er te veel fout. En ook aanvallend hebben ze te weinig kunnen tonen vanavond. Ja, Lemoine
Die haalt nu twee keer kort naar elkaar uit. Daarnet bij Van de Kuybus, nu bij Openda. Niet echt nodig, vindt ook Frederik Geldof. Sieve Schrijvers gooit hem aan de tweede paal. Dan wordt hij weggeveegd door Lucas Bijker voor de neus van Hans van Aken. Maxime de Kuipers en Van de Kuybus. En die jonge kerels trekken een streng. Die staan niet in dit elftal. In een wedstrijd als deze. Nou, je ziet toch ook telkens als Van Aken zich even moeit. Even gaat versnellen. Dat heel Club Brugge plots draait en versnelt. Hermans. Dat is ook goed pirouettewerk met de bal aan de voet. Overtreding op De Camargo. Ik neem aan dat die van KV Mechelen ook wel wat rust zullen krijgen na die stage. En met het oog op wat er volgend weekend opkomt. De volgende oefenwedstrijd. Twee selecties dus zal Wouter Franke moeten afvaardigen volgend weekend. Wanneer ze volgende middag tegen Westerlo spelen, s'avonds tegen Standaard. Een club, zoals gezegd, dus tegen Agent volgende zaterdag hier. En zo wordt de intensiteit ook telkens opgevoerd aan de hand van de tegenstanders. Een club blijft het proberen ook in het slot van deze 120 minuten. Maxime de Kuyper. Natuurlijk is een voorbereiding de periode waarin iedereen zich probeert te bewijzen. En een plaatsje in wat dan een soort van type elftal moet worden af te dwingen. De Kuyper gaat op rechts. Maar Van Aken kiest voor een bal door het centrum. Dat had Klementschik niet begrepen. Koveliers. Simons. Sanja blijft overeind. Hier is Schrijvers net niet. En dan de Bie. Nog 3 minuten. En KV Mechelen wil toch nog eens naar de overkant. Hermans, Storm. We kunnen laten zien in de tweede helft. Van deze wedstrijd. Van Aken richting Sobol. Simons moet er achteraan. En speelt de bal. Vond Philippe Clément dat niet. Storm. Kan hij eens flitsen? Nee dus. Schrijvers. Thank you.
Mijn voet kantelt goed tot bij Sanja. Zit er nog wat in voor Club Brugge? Van Aken met links. Dat is een aardige trap. En daar zat Bouzian nog bij met de vingertoppen. En dus komt er nog een hoekschop. En dat zal zowat het laatste wapenfeit worden van deze Club Brugge KV Mechelen. Hans van Aken al in zijn tuin. Bij momenten, die indruk geeft hij toch met sprekend gemak. Schrijvers. Camargo zet weg. Sanja. Heeft de bal binnengehouden. De Camargo. Dat houden ze nog wel even vol als het moet, maar er komt een nieuwe corner van. We zijn bijna aan het gaatje. Schrijvers, Van Aken, Sanja. Nog één bal voor doel. Het is een bal hoog over doel. En dat was het orgelpunt van deze Club Brugge tegen KV Mechelen. Met een ruim verschil gewonnen door Club Brugge. 6 tegen 0, 4-0 stond het halverwege na een uur voetballen. Schrijvers Van Aken en Co. maakten er twee in het laatste uur. Ook Reke twee keer. Badji en Diatta waren de doelpuntenmakers in de eerste helft. Openda en Van Aken op strafschop waren de mannen die scoorden in de tweede helft. De club blijft dus ongeslagen hier in het Belfius Basecamp in zijn oefencampagne. 4-1 tegen Uithevelen-Leuven, 1-1 tegen Beerschot, 6-0 tegen KV Mechelen. Volgende week komt A-Gent op bezoek. En we zien dat Justine Rombout iemand bij zich heeft. Justine, het is aan jou. Ineas, jouw eerste minuut in deze voorbereiding. Hoe blij ben je dat je terug bent? Ja, ik ben super blij natuurlijk. Want het was een lange periode dat ik oud was en ik heb weer van de minuten mogen, ja, ik heb weer mogen spelen, dus ik heb er enorm van genoten. Meteen 6-0, mooie cijfers. Ja, natuurlijk. Dat is wel leuk natuurlijk. Zie dat we de aanvallende looplijnen weer op training doen en dan zien we dat op de wedstrijd weer terug en dat liep prima vandaag. Hoe verteer jij de zware trainingsweken? Ja, ik heb niet alles meegedaan. Ik heb een beetje erin en eruit voor de belasting van mijn blessure. En het is goed gedaan. En ze hebben er naar gekeken naar de load. En het was goed. Het is je tweede voorbereiding nu. Merk je meteen dat het tegen eerste klassers is? Uiteindelijk. Je ziet dat wel het verschil, maar het is altijd wel leuker voor tegen betere ploegen te spelen, natuurlijk. Oké, dankjewel, Ineas. Alsjeblieft. Tot daar Ineas van der Bremt, die het prima heeft gedaan. De ex-KV Mechelen-speler. We krijgen ook nog Siebe Schrijvers, die zijn commentaar gaat geven bij Justine. Het is aan jou, Justine. Siebe, 6-0, mooie cijfers, hè? Ja, heel mooi. Ik denk perfect om de week af te sluiten. Het was een begonnen met een kleine stage, redelijk pittige trainingen en dan afsluiten met deze overwinning is heel mooi. Je bent er zelf al een paar keer dichtbij geweest. Mis je dat tikkeltje geluk? Ja, tikkeltje geluk. Oké, het is nog inkomen natuurlijk. Matchritme zoeken en het is voor iedereen inkomen denk ik. En ik ga blijven werken op training en om dat laatste tikkeltje nog goed te doen. Hoe voel jij je fysiek nu? Fysiek voel ik me heel goed. In de coronaperiode heel veel getraind. Zowel fysiek in de fitness als lopen op het veld. Dus ik voel me goed en ik denk dat we vandaag ook weer bewezen hebben dat heel de groep zich goed voelt. En nu een weekje zonder midweekmatch, maar dan wel zaterdag tegen Gent. Belangrijke test voor dan die beker binnen twee weken? Ja, sowieso. Gent was vorig jaar denk ik de tweede beste ploeg in de competitie.
Dat is natuurlijk een heel goede test. We gaan de volgende week weer heel hard trainen. Weer een extra die basis versterken. En dan op naar die wedstrijd van zaterdag. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Tot daar Siebe Schrijvers. Tot daar deze oefenwedstrijd. Bedankt Justine Rombouw. Bedankt voor u om te kijken. Afspraak volgende zaterdag tegen A-Gent. Zelfde plaats, zelfde website. Bedankt voor nu voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dag. De nieuwe GLB. Ontdek hem nu bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz. Techbox heeft alles in huis voor een perfect binnenklimaat. Onze Masters in Ventilation zorgen voor een gezonde luchtcirculatie in uw leefruimte. Onze Masters in Heating zorgen voor een correcte montage van al uw sanitair en plaatsen de door u gekozen verwarmingsoplossing. En dankzij onze Masters in Cooling geniet u op elk moment van een ideale temperatuur in uw gebouw. Techbox, trotse partner van Belgisch kampioen Club Brugge. Join our team of Masters now. www.techbox.be Zoals elke topper in de geschiedenis, zet ook Unibet keer op keer de toon. In het jaar waarin de grootste basketballer aller tijden zijn vijfde NBA-titel wint, wordt Unibet geboren met dezelfde honger naar succes.
Wanneer twee Belgische tennisgodinnen in Parijs de finale spelen, slaan ook wij een ace met het eerste mobiele bettingplatform. En wanneer de kasseikoning zijn vierde Parijs-Roubaix wint, zet Unibet verder in op verantwoord spelen. In 2017 wordt een Belgisch wonderkind wereldkampioen in zevenkamp, terwijl wij als eerste starten met livestreaming van de Pro League. Net als deze toppers zijn wij nummer 1 geworden en zetten wij verantwoord de toon. Want dat is wat de nummer 1 hoort te doen. Unibet. Van spelers voor spelers. Super tongue shock and feel the taste rocking. Head first, flavor burst, hit him with that max taste. Yep. To free your thirst, so let's go. Ice cold, taste the bowl. Burning, living, shiver, giving, gotta love some Pepsi Max. Yeah. All day. Maximum taste, zero sugar. Pepsi Max. Pepsi Max. Jupiler 00. 0% alcohol, 100% feest. Ben ik een perfectionist of een illusionist? Hier ben ik nog niet over uit. Maar alles wat ik doe, doe ik om één doel te bereiken. Een toekomst geven. Dagen, weken, maanden bereid ik mij voor. Hoe ik de verwachting kan overstijgen, dat blijft een uitdaging. Maar die neem ik maar al te graag aan. Geef mij een kans en we zien wat er gebeurt. Ik ben al Heembouw. Nee, wij zijn al Heembouw. Noem mij Chris, Pieter, Anne, Mark, noem mij hoe dat je wilt. Je ziet ons niet, maar we zijn er wel. Ja, ja, come on, come on, ja, ja, come on! He strikes. Thank you.
design, smaak en maatwerk. Of duurzaam, stijlvol en modulair. Ontdek het DSM van jouw keuken op onze website en download het DSM Inspiratieboek. DSM Keukens. All you gotta do is look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Hey, you. Eigenlijk maakt de zon alles beter. Ze maakt de theebladeren beter, ze maakt de perziken sappiger en ze maakt dit lekkerder. Geniet van de zonnige smaak van Lipton Iced Tea. En nu is elke fles Lipton gemaakt van 100% gerecycleerd plastic.